Dank. Mijn gast van vanavond gaat dit jaar namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival. Hij had al een nummer 1 hit in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. De Belgen zijn fan, wij zijn fan. En nu kan hij ook de harten van de laatste restjes Europa gaan veroveren. Want zijn liedje Europapa is sinds vanmiddag uit. Op 9 mei staat hij ermee in de tweede halve finale van het Songfestival in Malmö. En op 11 mei natuurlijk in de finale. Ja, toch? Maar nu is hij hier. Laat je horen voor Joost Klein! Wat goed dat je er bent, Joost. Eindelijk, ik ben er! Hoe gaat het? Hoe gaat het? Hoe voel je? Ja, ik voel me alle emoties die mijn therapeut me heeft geleerd. Ja. Maar, allemaal tegelijk ook. Ja, allemaal tegelijk. Ja, nee. Eindelijk ook hier eventjes. Vind ik toch ook leuk dat je bij mij een keer aan de desk zit. Hebben we het op... Make some noise! Het heeft jaren geduurd, maar het Dank is je wel, echt. Ja, we zijn... Even meteen over je pak. Dat zal iedereen opvallen. Dit is... Vertel, wie heeft dit gemaakt? Wat zit erachter? Ja, het begon met een tekeningetje op mijn iPad, zoals de meeste ideeën beginnen. Toen ging ik naar een goede vriend en kunstenaar, Daan Koens. Hij zit ook in het publiek daar. Ja, Daan Koens. Ja. En... Zodoende die tekening, toen gingen we naar een heel lieve mevrouw... en die heeft het pak in elkaar gezet. En ik dacht, nou, ja, mooie kleur, toch? Zelf ontworpen dus? Ja. Echt waar? Ja. Wat goed. Maar jij doet bijna alles zelf, toch? Ja, ik kan niet goed mijn huis opruimen. Ik kan niet koken, maar de rest kan ik heel goed. Hey, je bent natuurlijk behoorlijk populair in heel Europa. We waren natuurlijk benieuwd wat de mensen in Europa van jou vinden. Dus wij zijn met de avondshow zijn we de straat op gegaan in Europa... om even wat meningen te vragen. Laten we even gaan kijken. La fiecare da che merda di la uno l'altro. Noi vuoi dici della uomo o l'altra, no? No, no, che lei conosce. Questo è mai blind, ascia, uite. Lei conosce mai rapidi. Sì, batti. Da carteccia uno l'altro, gli è messo mi rossi miei d'altro, batti. Świetni artisti z Warszawy i nie tylko, z Wrocławia. Turbido se muore qui, por el natural. Y los jóvenes se van a ganar la vida. De aquí a Santander, a Bilbao, a por ahí abajo. Y entonces, pues habito rive gauche. Ok. Y ça, plus dans le quartier du côté des Invalides. Ok. Qui est un quartier de ministère qui est beaucoup plus bourgeois et moins amusant que ce quartier-ci. Olewają nas urzędnicy od pierwszego strajku, ale tym razem tego to inaczej załatwimy. Gdzie to jest? Czym my się będziemy bronić? Oddamy my wszystko, a oni później, kurde... I did vote for Brexit, because I do feel personally, my personal inconvenience that, you know... Ma kolejne, ja kiedy było mat, kiedy gremio leste, de marsch kan zorg maar doek was voordala, daar zo mee gremio. Nou, het is meer gericht op van, hoe sterk is onze dijk nu? En als je kijkt ook naar klimaatontwikkeling, eventuele droogte, van welke mengsels zijn ook goed voor straks in de toekomst? Ja, het is een beetje een tijdje, maar dat is een beetje een kaj. Pladotri, je rijdt film, zo zit je goed. Leuk. Leuk om te zien, toch? Ja, okay. Ja. Thank you all the people. Thank you everybody. Thank you. Waarvoor we hier zijn. Laten we niet al te lang meer wachten. We hebben een klokje dat gaat in beeld komen. En als het dan zover is, dan gaan we... Ja, dan loopt hij. We gaan ook de pers erbij halen. Er is allemaal pers. Kom maar binnen. Allemaal cameraploegen. Nee. Ja, oh nee! Ga je straks allemaal vragen stellen en foto's maken. Applausje voor de pers. Ja, waarom ook niet? Kom lekker binnen allemaal. Eventjes toch... Even toch, even, waarom moet je zo lachen? Ja, gewoon, dat zijn mijn beste vrienden. Hey, goeiedag. Je hebt hier natuurlijk even weken op zitten zwoegen. Misschien wel maanden, misschien wel langer nog. En nu, dit is het moment dat er naar buiten gaat komen. Hoe is dat? Ja, heel onwerkelijk. Ik voel me echt heel erg vereerd dat ik dit mag gaan doen. Ja. Ik vind het gewoon heel vet dat ik mijn kunst mag laten zien. Ja. Die mijn vrienden en ik samen maken. Het nummer heet Europapa. Ja. Het is, begreep ik, een eerbetoon aan Europa, maar ook aan je vader. Ja, klopt. Het is eigenlijk een soort brief die ik aan mijn vader heb geschreven. Hij, gek genoeg, in een heel klein, ver weggestopt dorpje uit Friesland... leerde hij me dat de wereld eigenlijk geen grenzen heeft. Hij zei, de grenzen zijn bedacht door mensen. Dus dan kan jij de wereld ook bedenken. En dat heb ik eigenlijk gedaan. Wauw. Wat mooi. En dat zien we straks terug in het nummer. Ja, dat heb ik wel geprobeerd. Ja. Het is een soort heel veel 90s references.
met een kijk van nu. Ja. En wat hoop je te horen straks van de mensen? Ik heb zelf altijd, als ik ergens moet optreden of zo, het verschrikkelijkste wat er kan gebeuren is dat je afkomt en dat mensen dan tegen je zeggen: wat vond je er zelf van? Dat is altijd. Ja, die voel ik wel. Nee, ik ga het over een paar minuten hangt het kunstwerk in een galerij. Je hebt je entree betaald. Is niet aan mij. Vind ervan wat je er wil van vinden. Maar hopelijk stappen mensen met ook een open mind erin. Ja, even kijken. We hebben nog 52 seconden. Dat is 50 seconden in spanning wachten. Wil je nog iets kwijt aan je fans voordat ze moeten kijken? Moeten mensen iets weten? Moeten ze met een bepaalde vibe het nummer ingaan? Nee, ik wil dat... Welke camera zit er? Pak die camera. Het staan opeens 1000 camera's hier. Pak die camera. Je hebt nog 30 seconden. Kijk, naar dat klokje. Praat naar je eigen liedje toe. Op 0 starten we hem gewoon in. Dan gaan we allemaal kijken. Joost Klein, dames en heren. Hello, the Netherlands. I love you so much, so dearly. The place I grew up and the place I will die. That is you, my friend. I am inside of you right now. And I hope you will come inside... Wat? Nog 8 seconden. 7, okay. 6. I love you. 12 points to the Netherlands. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Bezoek mijn friends in France of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please, zeg merci en alsjeblieft. Alles kwijt, behalve de tijd. Dus ben elke dag op reis, want de wereld is van mij. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Europa, pa, 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 pa. Europa, pa, pa. Hey! Europa, pa, 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 pa. Europa. Hey! Welkom in Europa, jongen! Zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wat, pa? Ik heb naar je geluisterd. Eruit. Ja, ja, dat was echt een lange drol. Ja. Hoe vond je zelf dat het ging? Nee, grap, nee. Wat een banger, jongen. Ja, dit is abnormaal. Ja, wauw. Ik heb een soort van, ik weet niet welke tranen dit zijn, maar het voelt echt na een jaar aan werk. Eindelijk. Ik bedoel... Even toch nog... Toch nog een paar vraagjes voordat ik je aan de pers overlever. Op het eind gaat alles in de fik. Ja. Je huis, een foto ook van vroeger. Ja. Wat was het idee daarachter? Nou ja, je moet soms afscheid nemen van de dingen die je het meest dierbaar zijn. En waar een ene deur dicht gaat, gaan er soms 30.000 open. Ja. En ik heb vooral veel geleerd dat je soms je eigen pijn in stand houdt.
Dus eigenlijk is dit ook een soort, in die brief ook een soort afsluiting, ja. Durf ik wel te zeggen. Van, hé, pa, ma, vader en moeder, jullie zullen er altijd voor me zijn, maar ik kan niet eeuwig deze pijn met me meedragen. Nee, het is een afsluiting en vooruitkijken eigenlijk. Ja, een nieuw begin. Dit is een nieuw begin. Ja, wat vet. Nou, vooruitkijken, dat gaan we zeker doen. Naar Malmö, naar het Eurovisie Songfestival, daar ga je naartoe. Kom je nog eens terug als het allemaal achter de rug is? Ja, tuurlijk. Ik heb nog maar 4 jaar gewacht, 5 jaar gewacht. Je nodigt heel Nederland uit. Wij hebben nog tunes gemaakt vroeger. Ja, die start ik nu in. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Die gaan we nog een keer releasen, toch? Ja, dat is goed. Ik wil mijn hoodie terug. Oké, nou, heel goed. Zo heette dat liedje inderdaad. Oké, hebben we het een andere keer weer over. Dankjewel, Joost. Laat je horen voor Joost Klein. Festival. Jullie bedankt voor het komen. Jullie bedankt voor het kijken. Misschien wel voor de tweede keer vandaag. Je weet het niet. Kijk morgen voor een compilatie van de leukste momenten van de week op NPO Start. Dit was vandaag. Op naar de maandag! Als je moest kiezen of abonneren op dit kanaal of naar NPO Start gaan en de hele aflevering terugkijken, wat zou je dan doen? Ik wacht wel.